Goedemorgen zonder zorgen, is je boy iemand liefst op je beeldscherm en welkom bij een gloednieuwe video boys. We zijn er weer, vandaag ik werd wakker, ik ben op een model. We gaan echt greatness achieven, snap je? Ik wil bijna die video in het Engels starten zo van today we're gonna achieve greatness boys. Today is a fucking big day boys. Today is the day you gotta achieve your goals. Goals bro, het ging te snel man. Daarom, ik ga het bij Nederlands houden. Vandaag boys, ik voel het, het is zo'n dag. We gaan knallen, we gaan er een goede productieve dag van maken. Maar om een productieve dag te gaan hebben, moet je natuurlijk gaan starten met een goed ontbijtje. Dus laten we daarmee beginnen. Ik ga jullie laten zien wat ik vandaag voor mijn sessie ga drinken. Of ja, eten, maaltijd. Mooi, ik drink mijn maaltijd. Het is gewoon, je zou het ook kunnen eten in principe. Maar ik drink het liever omdat het dan sneller is. Ik neem jullie mee, let's go. Kijk, de eerste maaltijd is gewoon de shake die iedereen kent. Of ja, alle bodybuilders. De meeste powerlifters die gewoon een shake drinken met havermout, die drinken deze shake. Dus kijk, waar ik mee begin, is ik pak eerst even deze. Bro. Oh, die was gewassen, man. Wacht, ik ga die nog eens wassen. Bro, ik krijg die shake van gisteren nog. Hi boys, we zijn terug man. Ik heb deze ding even snel nog een keer gewassen voor de mensen die altijd shakebekers hebben of blenders. Die weten van soms, ook al was je die shake bro. Poef, hier heb je gezien bro, ik was even weg man. Mooi, laten we terug naartoe gaan waar ik mee was gestart. Waar ik mee begin is gewoon, ik pak een glas melk. Eén glas melk, bam. Dus 250 ml volle melk. Ik begin met één glas. Vandaag ga je die secret sauce geven hoe je die perfect kan maken. Dat je ook geen brokken havermout hebt ofzo, snap je? Wat je daarna doet, is... Je doet je weegschaal aan en je doet 80 gram havermout. Kamers man. Oké. 84 gram havermout, maakt niet uit. Dus dan duwen we die havermout een beetje naar beneden. Bam. Lepel eruit. Doe dat even in het glas. Volgende dat je doet, eiwitten maximaal whey protein. Deze keer is vanille. Maar een van mijn favorieten was toch wel de cookies en cream. Ik zeg je eerlijk. Voor deze shake. Nu, ik heb ook aardbei besteld. Ik ga die binnenkort eens testen. Ja, en dan ga ik jullie vertellen of ik misschien een nieuwe favoriet heb. Hier doe ik 3 scoops in. Dat is 50 gram eiwit. Dat is 16 gram per scoop. Dus iets minder. 48. Daarna 25 gram pindakaas. En wat je dan doet, boys, dan doe je al 2e glas melk. En dan kap je dat erover. Voilà, het is omdat ik een fucking video opneem dat alles fout moet gaan, man. Kanus, man. Ik zweer, ik mors nooit. Daarna ga je daar zo 1 keer door, zodat het zo'n beetje zakt. Doe je de rest van die melk erin. En bam, man. Dat is mijn eerste maaltijd van de dag, mijn ochtendshake. Ah, kijk, alles is gecleaned. Boys, nu is het gewoon mental game, man. Jij versus jij, bro. Iedereen weet, zo'n big ass shake in 1 keer drinken, dat is niet die mo. Dat is niet die mo. Maar vanaf dat je ziet dat je sterker bent aan het worden, geloof mij, boys. Deze gaat jouw favoriete worden, man. Deze gaat jouw echte vriend worden. Want ik merk gewoon, vroeger ging ik vaak op lege maag trainen. En ik merkte gewoon dat mijn sessies niet even goed waren. Als ik echt helemaal niets at voor mijn training, wat ik vroeger dus altijd deed, werd ik een beetje dizzy vanaf mijn compounds gedaan waren. Dus na bench, na deadlift of na squat had ik niet echt zin om nog alle andere oefeningen te doen en begon ik duizelig te worden, et cetera. Dus vandaar altijd een kleine maaltijd. Ik denk er eigenlijk een beetje vanaf van wat ik allemaal moet doen die dag. Dus voor nu, bismillah man. Thai man. Is op zich niet zo vies. Maar het is gewoon omdat dat zoveel is, dat dat niet aangenaam is om te drinken. Maar natuurlijk, voor mij is dat beter dan havermout eten. Maar je hebt mensen die echt kunnen ontbijten in de ochtend. Ik kan sowieso al niet grote maaltijden eten in 1 keer. Dus vandaar is een shake gewoon ideaal voor mij, man. Let's get some work in en dan naar de gym. Boys, intussen is het tijd om naar de gym te gaan. Kijk maar wie ik hier ben vandaag. The one and only. Ja, man, ik kom net van Trabba. Jullie zien het. Hardwerkende mens, man. Bro, special show ook. Ik geloof je, ik geloof je. Kijk, wat? Hey, jullie zien deze trui wel vaak, man. Ik draai die niet zo vaak. Broer, Andy, ik laat het lijken. Die trui die staat al op repeat sinds vorig jaar, denk ik. Wat? Fix die pre. Fix die koulo pre. Yeah. Kan je niet trainen zonder pre? Hey, op een dryscoop mo vandaag of op een normale? Mensen die dryscoopen? Ja.
Ze gaan later sowieso kook doen. Water is ijskoud. Kijk, daarom haat ik mensen die mijn water pakken, bro. Die man kapt net al zijn water uit om eindstand van mijn fles te drinken, bro. Ja. Je zit expres koud, alles. Eindstand, je bent je workout nog niet eens begonnen. Je moet al... Ah, je hebt geen yanga. Nah, man. Ik heb geen yanga. Neem even scoopie. Vandaag zijn we op welke vibe, bro? Welke pot is dat? Wat zegt Frenna? Hoe noemt die album van Frenna? Frenna? Pink Summer. Pink Summer. Hmm. We zijn op een pink mall. Alles ik hoor je. Ik hoor je. Die Berkie. Bro, die mannetjes hebben voorrang, hè. Kent je hem? Hij kijkt wel vies. Ga je wachten op hem? Eén rechtse, zoals in de trein. It's a girl! It's a girly girl! Boys, ik zweer het, jullie gaan dat niet geloven, man. Ik ben in de gym. Ik besef, ik ben mijn groene band vergeten om op te warmen. Dus wat doe ik? Ik zie een dame met een... met zo'n groene band. Ik zeg, mag ik die alsjeblieft gebruiken even? Ik zeg, ja, geen probleem. Ik ben te trekken aan die band, ik maak die band kapot. Dus nee, voilà, alleen bij mij kan dat gebeuren, man. Dus nu, even snel die band pakken, haar die nieuwe band geven. Want ja, man, ik ga niet een band kapot maken en niks teruggeven, toch? Dus ja, man, moet weer bij mij gebeuren. Toppie. En eindstand, dat was niet eens mijn band dat ik heb gegeven. Dat was die van Parsley. How do you feel? Ik moet ervoor boeten. Bro, ik ga nieuw halen. Brand new. Kijk, als jij iemand bent die gewoon echt veel haakt in de gym en niet weet hoe snel je sets naar elkaar moet doen, wat mij gewoon heeft geholpen bij bench, om gewoon zoveel mogelijk progressie te maken ook en zo effectief mogelijk te trainen zonder te veel tijd te verliezen, is gewoon warm-up sets echt gelijk naar elkaar. Dus 60, 100, 120, 140 tot mijn topset. En dan pas begin ik eigenlijk met iets langer rust, maar bij warm-up heb ik liever dat ik gewoon er snel doorgaan, man. Vooral bij bench. Bij bench gaat het. Dit is de eerste werkset van vandaag, 140 kilo. We gaan hier 5 reps mee doen. En het plan is eigenlijk om, als alles goed gaat vandaag, gewoon 140, 150 en 160 voor 5 te doen. Dus als ik zou kunnen eindigen op een 160 voor 5 op een ascending set, vierde benchdag van de week, we take it. Dus focus. Meestal heb ik bij de eerste 5 reps, dus de eerste werkingsset, dat alles zo nog stief is, een beetje raar aanvoelt. Maar dat is omdat ik ook niet zoveel warm-ups doe. Omdat ik weet dat ik veel sets ga doen, snap je? Dus deze ging op zich goed. Ik ga niet uit een 140 voor 5 beslissen hoeveel ik als laatste set ga doen. Maar 150 gaat dat gewoon duidelijk maken. Dus we gaan sowieso een slimme keuze maken. Voor 5 ging vlotjes. Ik ga nu gewoon door met 160 voor 5. Topset. Lekker man. 160 voor 5 ging vrij easy. Maar natuurlijk, je moet altijd onthouden. En blijven ook noteren in je schema van, is in basic fit. De reden dat ik in basic fit train is gewoon om soms eens een andere omgeving te hebben, andere mensen rond je heen. Maar op mijn belangrijkste dagen, dat ik moet squatten, deadliften, of gewoonweg mijn belangrijkste trainingen per week, die ga ik nooit in een basic fit doen. Maar op dagen dat ik bijvoorbeeld enkel moet benchen en daarna heel wat bodybuilding oefeningen moet doen, dan knal ik die gewoon in basic fit, man. Dus nu gaan we even 2 sets Larsen press knallen, sets van 8. Vandaag gaan we proberen even die limieten te pushen, man. 130 kilo. Ja, man, ik ben eerlijk gezegd niet zeker dat ik die ga hebben. Let's go! Maar snap je? Let's go! Moet een fucking monsters worden, hè? Who's gonna. Dit! Begin David Gauguis, bro. DJ! Ik momenteel doe deze gewicht voor 10. We gaan zien hoeveel dat iemand dit doet. Oef, hij is al aan het trillen, man. Easy! 3, 4, 8, kom op, nog 2. 8, nog eentje. Eentje is geentje, zeggen we hier, mat. Je
Wat is jouw reactie? 9. Wat is jouw reactie? Was ik 9 of 8? 9, man. Yusuf moest er 8. Daarom was hij zo zwaar. Kan dus, man. Kleine jongen. Ken jullie dat? Je bent aan benchen. Die chest die is aan het groeien, bro. Ze kennen dat niet, ze kennen dat niet. Ja, maar bro, jij bent ook nooit daarom, man. Bro, mijn chest is... Wow, je ziet er ook crispy uit, hè? Frisse jongen. Kom. Heb je tips voor die mensen, voor skincare, voor gym? Bro, helemaal water, man. Chest is bigger dan van die dams. Kijk, als je een kleine tip kan geven voor alle mensen die naar gym komen. Wat zijn de 3 standaard dingen waar ze op moeten letten? Doe een short aan. Ja. Zo is het oren niet... Snap je? Mm. Zo is die niet free. Ja toch free. Mm. Geen free wheelie. Hai, nummer 2. Twee. Nu naar basic heel komen, veel boelers. Oké. 3. Als jij hier toch bent, hard trainen. En als je hier bent en je voelt hem niet, ga gewoon naar Osso, man. Herkennen jullie deze guy nog? Vroeger, mensen keken op naar hem, ik weet niet wie. Zeg ja, ik kwam naar gym, bro. We zagen, kijk, die man zat daar, jullie beseffen dat niet. Wie? Hij zat daar 20 muscle ups te doen, biceps big, chest big. Dus hij was vroeger die guy van de gym, snap je? Maar nu komt minder. Maar Parsley? Bro, Parsley is nooit veranderd. Hij doet nog steeds hetzelfde, ziet er nog steeds hetzelfde uit. Maar heeft een grotere mond. Luister. Gym is gewoon geen prioriteit, bro. Niet meer. Ik ga jullie uitleggen. Wow, ik ben al 3 keer afgevallen wanneer ik wou. Huh? Ik kom terug, hè. Mijn discipline is sterk. Wanneer ik wou. Wanneer ik wou. Mijn discipline is sterk. Eenmaal ik ervoor ga, ik ga ervoor. En jullie weten wat ik zeg. Blijf lachen, want die kan zijn wild. Boys, laat me even weten. De koppers, geloven jullie hem of niet? Zeg maar, hij kut alleen wanneer hij het wil. Maar nu heeft hij geen zin. Daarom is hij dik. Kid, kom even dichter, bro. Laat je chest zien, bro. Oké. Okay. Oh, wat lekker zeg. Ja, pa. Oh, wat lekker zeg. Na elke rep, die moeten dat zeggen, bro. Oh, wat lekker zeg. Oh, wat lekker zeg. Yes, sir. Squeeze, houd dit. Hou die squeeze. Zeg ze even, oh wat lekker zeg. Zeg ze. Oh wat lekker zeg. Ja. Oh wat lekker zeg. Asje me nou. Oké, boys, de afsluiter van vandaag gaat gewoon unilateral tricep extensions zijn. We gaan die een beetje supersetten, een beetje drop zetten. Gewoon om een goede pump te krijgen, maar ook zwaar genoeg aan. En ja man, dan zit de workout er al op. Pump is daar, maar die gaan we straks laten zien. Nu nog even die triceps aanpakken, want bro. Het wordt tijd dat ik die fucking 200 plus ga benchen in kop, man. Het kan niet meer. Dus. Dit heeft mij gepusht om nog een bonusronde te gooien van 3 sets. Ja, zeker, jongen. Ik ga die even moeten pushen. Kom op. Yeah. Easy. Je laat het makkelijk lijken, hè. Of niet soms, iemand? Bro, 210 bench moet komen, man. Easy, sowieso. Ik ga in de baby triceps. Ik geloof in jou. Push. Kom op. Lekker. Push. Push. Push to fucking fail, man. Mm-hmm. Stom met trainen als fucking bitches. Stom met comfortabel zijn. En werk harder, man. Dat is wat we hier proberen te doen. Ik zeg niet dat ik momenteel... het zwaarst trein of het best trein, maar ik zorg er wel voor dat we elke training 1% beter zijn. En daar moet je naar streven. Ah, lekker man. Hoe lang heb je niet getraind eigenlijk? Ik? Ja. Ik train nu 3 keer om de week. 3 keer? Ja man. Zal ik het even, 3 keer om te onderhouden, fit blijven. Gewoon puur onderhouden, verder proberen we niks te bereiken. Snap je? Hoe oud ben je nu? 28. 28 bro, hoe ouder je wordt, hoe minder je tijd je gaat hebben. Sowieso, dat moet je echt zeker beseffen. Maar het is wel belangrijk om gewoon nog steeds fit te blijven, toch? Sowieso dus, wel. En je lichaam reageert ook helemaal anders als je wat ouder wordt. Ja. Waardoor je echt meer moet afbouwen eigenlijk. Ja. Dus kijk, geniet ervan, jongen. Dus je zegt dat ik slap ga worden. Bro, slap peak, niet. Wist je dat peak powerlifters op hun peak strength zitten meestal rond hun 30? Ja, kan wel. Ja. Slap niet, sowieso niet. Hè. Nee. Je bent nog steeds even sterk, maar gewoon je lichaam. Kijk, ik ga jou één ding zeggen. Gewoon. Ik woon nog bij mijn ouders. Ja. Ik heb ook minder dingen op mij, minder dingen aan mijn hoofd. Daarom zeg ik ook altijd, als je 18, tussen je 18 en 25 moet je alles geven, bro. Ja. Moet je proberen extra side hustles te pakken. Voilà. Ga gewoon werken in een fabriek, bro. Fuck al die mensen die tegen jou zeggen, werken in een fabriek, bro. Ga werken in een fabriek. Of ergens. Ga je geld pakken en daarmee moet je alles gaan investeren, bro. Je kan niet
Ja, het kan. Je kan van nul starten. Maar bro, geloof me, je gaat 9 van de 10 keer een budget nodig hebben. Dus zet jouw ego aan de kant. Begin met werken, begin met grinden. En je gaat zien, bro, gewoon van jouw werk, 6 tot 2 of 2 tot 10. Daarvoor of daarna. En zo lang mogelijk thuis blijven. Werken aan gym. Ja. Werken aan gym. Bro, jouw side hustles, jouw passie, bro, werk eraan, man. En geloof me, als je dat dan consistent gaat doen, dan ga je veel verder zitten dan 90% van de jongeren, man. Dus even grind mode. En zeker deze vakantie. Jullie hebben geen school, voor de mensen die nog op school zitten. Ideale moment om met iets te starten en dat dan aan te houden. Kiet, wat zegt die pump? Gek wel, man. Ja? Ja, G. Nu nog die armen, bro. Ik skip armen te veel, snap je? Dat is niks, maar ik heb niks aan extra biceps momenteel. Voilà. Momenteel zijn we even aan het focussen op power, op kracht. Maar vanaf eind 2025, wanneer ik ga beginnen bodybuilden, of ja, even 3-4 maandjes ga kutten en mijn armen ga beginnen trainen, vooral biceps, dan kan dat wel gek worden. Want nu je hebt wil gewoon ik een asser op je borstkast, pa. I mean, my bad, nigga. Weet je wat het ding is? Ik wil nu mijn biceps niet te hard trainen, ja, omdat dat extra gewicht gaat pakken, waardoor dat ik dan niet meer in mijn gewichtsklasse ga passen voor powerlifters. De biceps maken me niet per se sterker, enkel tricep en zo, dus ja, ja man. Let's get it. Oh, wat lekker zeg. Oh, wat lekker zeg, boys. Oh, wat lekker zeg. Thuis gekomen. Pastatje met kip geflipt. Cola zerotje erbij. Oh, wat lekker zeg. We gaan hiervan genieten, boys. Ik voel me mensen, man, wanneer ik dat zeg. Dus ik weet niet waarom, bro. Dat zit zo in mijn hoofd van TikTok. Oh, wat lekker zeg. Hashem nou. Nee. Om even serieus te zijn, we gaan deze pasta kip even naar binnen werken. We gaan genieten van deze maaltijd. Boys, dit was de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Dag 2, daily upload. We laten het lukken. We gaan niet meer slikken. 6 uur stipt. We komen niet met grapjes. Ik zie jullie morgen weer. Love voor het kijken, man. Vergeet niet te abonneren, pa.